Waar kijk je het meest naar uit dit jaar, 2024? 2024, als ik heel eerlijk ben, behoud. We hebben net hele zware klappen gehad. Dus het wordt spannend wie er blijft staan, wie niet. Onzeker, maar ik ben heel positief. Het negatieve vorig jaar, positief dit jaar. Wat zijn jouw verwachtingen voor Horeca van 2024 voor de beurs? 2024, het wordt spannend. Wat ik heel cool vond, het is in dit jaar compleet. Iedereen is weer vol, iedereen heeft een honger. Dus dat is heel positief. Ja. Niemand is gierig geweest. Er is uitgegeven, big spenders. De grote jongens zijn, de kleine jongens zijn. Dus volgens mij is het wel een positieve vibe, so far. Waarom raad je mensen aan om bij de Horecaavond te exposeren? Het is onze achtste jaar, zevende jaar. En wat wel belangrijk is, het is natuurlijk gewoon de maxte vorm om je netwerk te behouden, te vergroten en kijken wat de concurrentie doet. Dus als je er niet staat, mis je echt wat. Wat wens jij de branche toe voor dit jaar? Geluk, maar vooral geld. We zitten hier om zaken te doen. Dus het moet onderaan de streep groen blijven. En ik denk dat vooral jongens en meiden veel rood hebben gezien dit jaar, vorig jaar. Dus het moet groen. Zijn er veranderingen die jullie het meest hebben beïnvloed afgelopen jaar? Bij ons in de branche veel veranderingen. Het is dynamisch en bij ons is het dan heel specifiek suiker. We zitten in de frisdrankindustrie. Zware belasting dit jaar erop gelegd. Niet positief, maar wel begrijpelijk. En wie gaat daar het innovatiefs mee om? Ja, alleen maar verlagen is niet spannend. Dus mensen moeten toch iets komen met iets nieuws. Dingen veranderen en daar moet je altijd voor zijn.